Nee, dit is flauw. Dit is flauw. Ja, precies. Proost. Ik zit hier samen met Ron Boshart en ik zit niet voor niks met Ron Boshart. Dat komt namelijk omdat ik praktisch heel het seizoen samen met Max en met Siem op Ron heb zitten tunnelen natuurlijk. Tunnelvisie, volledig. Ja, precies. Ja, precies. Ja, wij dachten je zit aan de start van iedere podcast, dus het zou toch niet, het zou toch niet. Ja. En toen kwam er natuurlijk hint na hint na hint na hint, die toch echt wel vurig op jou wees. Dus ja, dan ga je toch maar al je pintjes op rond doen, hè? Weet je, ik volg jullie allemaal natuurlijk wel en ik vind het, ik vond het, omdat ik ook op mijn lood ben, hè, dus ik doe dat ook met alle seizoenen waar ik niet in zit. En ik hoorde jullie natuurlijk ook allemaal, dat ik dacht bij mezelf, oh jongens, en er waren echt mooie jacht en zo, die dan echt wel met theorieën kwamen, die soms heel ver gezocht waren, maar wat ik ook wel begreep, hoor. Ik kan natuurlijk een heel gesprek met je aangaan, maar ik heb ongeveer een A4'tje aan vragen binnengekregen, soms gelijk een beetje op elkaar natuurlijk. Dus die heb ik samengevoegd van kijkers en van luisteraars. Dus als we die een beetje doorlopen, dan denk ik dat we vanzelf het hele pakketje bij elkaar hebben. Laten we eens beginnen met waar we het al een klein beetje over hadden. Dat werd onder andere gezegd door Sam2210. Hoe vond je het dat er zoveel mensen in Nederland dus op jou zaten als mol? Ja, dat is een rare gewaarwording. Ten eerste, dat gebeurde in 2018, dat eigenlijk iedereen vond dat ik terug moest komen, weet je wel. Ja. Waaronder jij filmpjes binnenkreeg van mensen die het vreselijk vonden dat ik eruit was. Dus ik had sowieso een soort van gunfactor. En dat had ik niet verwacht, omdat ik dacht, ja, het zullen natuurlijk ook wel heel veel mensen zijn die dachten zo, die is weg, opgeraapt, zat netjes, we gaan door. Dus het overviel mij wel. En dit heeft me deels ook wel een beetje overvallen, omdat ik, ik ben er toch wel met een bepaald idee ingegaan. En, ja. Het zou eigenlijk heel gek zijn geweest als ik de mol geweest zou zijn, omdat ik dan nooit echt een kandidaat geweest zou zijn. Ja, precies. Weet je wel, en dan zou de eerste aflevering, waar ik bij dat het groene scherm heb gekregen, eigenlijk een soort van farce zijn, waarbij, ja, weet je, dan zit ik daar te juichen terwijl ik eigenlijk gewoon de mol ben. Dus ja, dat is, zal ik zeggen, rationeel gezien. En aan de andere kant, dat iedereen denkt dat ik dan de mol ben, ik vond het ook wel heel erg gek. Maar aan de andere kant vond ik de hints die naar mij toe gingen, ik begreep het ook wel. En vooral de hints die kwamen van Ron juicht niet. Hij vindt dat er geen geld binnenkomt. Ja. Heel weinig. Ja. Wat trouwens wel ook wel klopt. Maar goed, daar heb ik alweer een theorie over. Maar dat, misschien komt dat ook ergens anders de vraag. Oh, maar zeker, zeker. Ja, dus ik heb het op een bepaalde manier gespeeld. Waaruit ik later ook wel, en of dat dan een montageding is, weet ik ook niet. Maar later ook al bedacht, ja, ik snap wel dat mensen denken dat ik de mol ben. Vroeg onder andere Ikrami, als ik het goed uitspreek, XX, die vroeg, was nou die knuffel, waar ik het dan ook in mijn video over heb gehad. Je hebt een molknuffeltje in maart in je kast gehad, maar die had je al een hele tijd in je kast staan. Vanuit nog het vorige seizoen. En later stonden daar ineens een Pinocchio en een kaartje van Wie is de Mol, presentatiekaartje of een kaartje van bij een opdracht. Zij wil graag weten, was dat nou een bewuste misleiding of dacht je gewoon, ik heb meegedaan, ik zet daar als herinnering voor mezelf, zet ik daar een Pinocchio en een ding neer? Nee, dat heb ik wel heel bewust gedaan. Ja, ja, precies. Ik zou je vertellen, je hebt het een klein beetje fout wat dat betreft het molletje, want die had ik, die heb ik echt sinds kort pas. Pinocchio had ik wel al langer. Ah. En die had ik daar wel gezet. Die kwam trouwens van mijn broertje. En ik had deze videofilmpjes gemaakt voor tijdens de corona om mijn collega's van ZEP te bellen. Ja, precies. Ik heb ze toen gepost in de gedachte dat ik ben benieuwd of ze dat gaan zien. Ja. Wonder boven wonder. Ja. Kwam het bij jullie terug, ja. Ja, ja, dat is dan toch wel grappig. Nou, dat is in ieder geval fijn om te weten dat er wel een idee achter zat, zeg maar. Er zat een idee achter, maar ik
eigenlijk eerlijk gezegd, daar, het is al ver gezocht rond. En toen had ik ook die envelop die ik ook meegenomen voor het jaar. Die ik denk, ik zet hem daar heel voorzichtig neer. Ja, precies. En zo'n boekenkast leent zich daar toevallig ook nog eens voor. Dus dat heb ik wel een beetje expres gemaakt. Ja. Dan hebben we het volgende setje vragen. Dat komt van een aantal verschillende kijkers, luisteraars af. Onder andere van Matthijs Matthew, van Kiki G, van Julia Smals, van Charissaar, van Linda Fayen en van WIDM Hints For Real. Ik zal ze allemaal op het scherm erbij zetten voor de kijkers. Ze lijken allemaal een klein beetje op elkaar, dus ik heb ze een beetje gebundeld. Matthijs die vraagt bijvoorbeeld, heb je wel eens wakker gelegen destijds omdat je in Georgië als eerste weg moest en ook niet eens werd teruggehaald, zeg maar? Heb je daar wel eens nog echt een beetje van wakker gelegen? Ik bedoel na 2018, ja. Het is gek, want dat heeft ook wel dit jaar zo gewerkt, dat toen ik eruit was, heeft dat toch nog wel zo'n jaar lang, zal ik zeggen, bijna gesudderd. Ja. Van waarom heb ik dat gedaan en wat heb ik er fout gedaan, weet je wel. Dus dan heb ik het over Georgië. Ja. Kan ik het niet beter kunnen doen en waarom ben ik zo stom geweest? En dan komt het op televisie en je sluit het eigenlijk pas af als je weet aan het einde wie dan de mol is. Ja, precies. Je hebt in die tussentijd best wel over goede nachten, maar je denkt er heel vaak aan. En ook tijdens de uitzending heb je ook nog wel dat je denkt van, goh. Maar dat is meer met dit seizoen geweest. Ik moet even zeggen dat ik met dit seizoen soms dacht bij mezelf, wat heb ik het stom gedaan, heb ik het fout gedaan, of iedereen zal wel denken, wat ben je een gek. Samen met mijn vriendin ergens en dan stopte er een auto en die deed zijn raampje open, die zei, ik geniet van jou als mol. En toen dacht ik, oh, gelukkig, ik niet. Ook weer niet verwacht dat ik zoveel complimenten van mensen kreeg die het leuk vonden. Dat ze om me moesten lachen. Ja. En dat, weet je wel, nou ja, dat is op zich ook wel heel fijn. Ja, kijk, je blijft altijd mensen houden, ongeacht wie de kandidaat is. In een bepaald seizoen blijf je mensen houden die kandidaat te gek vinden en die willen dat hij er heel lang in blijft. En je hebt mensen en die zeggen, sorry, dat is niks voor mij, zorg maar dat hij er snel uitgaat. Dat blijf je altijd houden. Maar dan is het wel prettig. Ik heb wel één tip voor degene die dat nog gaat doen, dus die straks wie is de mol gaan doen. Als je s'avonds voor naar je bed gaat, niet op Twitter kijken. Want ik heb ooit een keer heel veel berichtjes gelezen op Twitter. Want iemand zei, ja, Horus is eruit, maar beter had Ron Bos dat eruit kunnen zijn, want het is helemaal niks. Ja, dan slaap je even slecht, weet je wel. Dat is goed dat je dat zegt. Mensen die dat leuk vinden. Zegt, dan zal ik dat alvast even noteren. Op. Precies, niet op Twitter. Precies. Nee, maar jij gaat natuurlijk ook meedoen, want je bent inmiddels ook wel een bekende Nederlander. Nee, echt niet. Dan de vraag van Kiki, hoe was je reactie toen je hoorde dat je dus nog een keer mee mocht? Je hebt ergens of een telefoontje of een mailtje gehad van, hey Ron, zou je voor dat speciale seizoen? Ja, ik was in Spanje en dat was eigenlijk alweer twee seizoenen geleden, tenminste twee zomers geleden. Ja. En ik kreeg dat berichtje en toen heb ik eerlijk gezegd van, nou, laat ik er nog heel even over nadenken. Toen heb ik het met mijn vriendin erover gehad. Ja. Ik twijfelde heel een beetje, omdat ik dacht, jongens, stel je nou eens voor, zeg, ik doe mee en ik ga de wereld als eerste uit. Dan ben je toch wel het lachertje van de natie. Aan de andere kant zei mijn vriendin gelijk, nou, ik zal me doen, zoiets komt nooit een tweede keer mee. Klopt, en ik moet ook zeggen dat ik verwachtte deels het telefoontje ook wel een heel klein beetje. Maar Rick McCallum die heeft ooit een keer, terwijl ik de finale deed in 2019 van Wie is de Mol, gewoon eens gevraagd aan mij, stel je voor, zou je het leuk vinden om nog eens mee te doen? En daar schrok ik zo van dat ik zei, nou, ik zou het een grote eer vinden om nee te zeggen. Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag, zou je het En dus denk ik, ja, heel leuk. Maar ja, toen precies. Dacht ik, als ze me maar niet vragen voor 22. Ja. Het is ook zo gek dat je dan, als ze me zouden vragen, en je zit dus allemaal kandidaten, dan denk je, nee, maar god, daar komt hij aan. Maar dit was natuurlijk ook nog eens een keer een seizoen van oud kandidaat. En dan is het ook oké, weet je wel. Dus, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, je past er gewoon, je klopt er gewoon helemaal prima tussen. Ja, precies.
De vraag van Julia Smals, hoe was het om nog een keer mee te doen? Hebben we het in principe al wel een beetje over gehad, ja. Natuurlijk. Dus ik denk dat die vraag inmiddels wel beantwoord is. Het was uiteindelijk fantastisch om mee te doen, hoor. En een hele hechte groep. En ook voor mij een grote overwinning, omdat ik natuurlijk na die eerste keer dat ik de groene scherm kreeg, was dat natuurlijk geweldig. Ik heb op mijn Twitter ook gezegd, liet het beeld van Felix nog een keer zien met de titel onder van titel. Het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn. En dat klopte. Ik heb daarna nooit meer mijn groene scherm gezien. Nee, precies. Ja, dat is ook wel apart dan, hè? Ja. Nou, ze hebben me elke keer wel een beetje als laatste gehad. Ja. Waar ik ben met Horace en met Patrick als laatste drie. Ik zat er bij Ellie ook vrij aan het laatste. Toen Ellie met Nadja wegging. En ik zat op de stoel ook een beetje echt als laatste. Dus het was elke keer wel weer spannend. Ja, was dat een heftige executie waarbij jullie natuurlijk eigenlijk op dat moment in ieder geval als enige wisten dat Horace afviel. En dat Horace eigenlijk van de rest van de groep niet echt duidelijk afscheid kon nemen. Ja, het was voor ons allemaal een heftige executie natuurlijk. Ja. Want ik weet niet wie er als ene laatste. Ellie ging eruit. Ja. Vier ging Ellie weg en toen bleven we met z'n drieën over. En ik had het gevoel dat ik de test heel goed had gemaakt, maar je weet natuurlijk nooit wat ervoor. Ik denk, dan zitten dus hier naast mij twee gigantisch goede kandidaten, een Horace en een Patrick. En dan denk ik, dat was einde verhaal, weet je wel. En dan krijgt ineens Horace het rode scherm. Ja, en dan, ik was heel erg verdrietig, ook omdat ik dacht van, goh, Horace gaat eruit. Maar dan, die ontlading is dubbel, want je denkt ook, oh mijn god, ik ga nog door, weet je wel. Dus je ontploft omdat je het erg voor een ander, maar je ontploft ook om voor jezelf. Dat je denkt van, want geloof me, en je kan het bijna aan niemand uitleggen, maar zo'n executie is de hel op aarde. Dat is absoluut waar. Wij hebben 3 fanseizoenen gemaakt en daarvoor, in 2013, heel lang geleden, heb ik zelf aan een fanseizoen meegedaan. En dat is 100% waar. En of dat nou de echte Wie is de Mol is of niet, dat maakt voor je gevoel op dat moment even niks uit. Nee. Inderdaad, de executie, ongeacht of je de mol bent of kandidaat, dat maakt overigens ook niet uit. Zelfs de mol die zit daar met een kloppend hart. Het maakt gewoon niet uit. Je bent gewoon altijd echt op het randje van je stoel en zo gespannen als dat je nog nooit in leven bent geweest. Dat is ook. Eens even kijken. 1, 2, 3. Zeg ik dat goed? Ja, 4. Charissa die vraagt: wilde jij de mol zijn? Of dacht jij inderdaad, nee, ik moet mezelf gewoon gaan bewijzen nu als kandidaat? Of heb jij je wel opgegeven ook van, ik zou de mol wel willen zijn? Nee, ik heb wel de mollificatie gedaan, omdat ik dacht van mezelf, weet je natuurlijk, ik wil best wel de mol zijn, maar ik zelf vond altijd vrij onhandig als ze mij al de mol zouden maken. Ja. Dus ik ging heen, maar ik had ook wel het idee, nee, ik denk dat jullie al een mol, terwijl ik niet wist wie er meededen hoor, maar ik dacht, jullie hebben al een mol voor jullie zelf. Dus, ja, precies. Ik ging er heel ontspannen heen natuurlijk, ik wil best de mol zijn. Als jullie denken dat ik de mol zou kunnen zijn, moet je dat doen, maar nee, prima. Alright. Dan WDM Hints for Real, als je nog een keer mee zou mogen doen, zou je dan wel de mol willen zijn. Als je nog een keer. Stel dat je het vraagje zou je dan mee willen doen als je nog een keer mee. Ja, zeker. Omdat ik eigenlijk voor mijn gevoel het voor het eerst gespeeld heb. Ja, precies. De eerste keer heb ik het niet echt kunnen meemaken. Dus dit was voor mij echt de eerste keer. Dat voelde ook wel zo'n beetje, weet je wel. Het zijn ook allemaal kandidaten die allemaal een keer hebben meegedaan. En ik heb al eerder geroepen, je deed echt mee aan de Champions League hier. Ja. Zijn ze wel natuurlijk. Ik wist natuurlijk niet wat het was om een bondje te hebben bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat een bondje niks toevoegt aan je deelname. Sterker nog, ik denk dat een bondje zelfs je regelrecht een tunnel in zou kunnen trappen. Absoluut. Dus dat is niet echt handig. Dus dat zou ik wel opnieuw doen, denk ik. Ik zou wel meer dingen anders doen. Maar jazeker, zouden ze me vragen om mol te zijn, wil ik het best doen. Ja, precies. Evi Broeders 9 die vraagt, wat vond je de allerleukste opdracht om mee te maken tijdens dit speciale jubileumseizoen?
Dat was natuurlijk het lezercape. Ik was fantastisch. Ik ben afgeschoten, ik heb veel geld binnengehaald. Ja. En heb ik nou dat kistje? Oh, nee. Nee, wat ik het allerleukste vond, was eigenlijk, dat was gek genoeg de laser. De Follow the Money. Eigenlijk zit in Follow the Money alles wat Wie is de Mol is. Dat is namelijk, wij stonden daar, en geloof me, als je daar staat, je moet opletten waar het kistje heen gaat. Ja. Op die dag ook had ik voor het eerst tegen mezelf gezegd, oh jee, ik heb het spel nu gespeeld zoals ik het wilde spelen. Nu ga ik gewoon een keer goed mijn best doen. Nou, waar je eigenlijk niet je best moet doen in het spel, dat is eigenlijk daar. Dus, maar ik deed het wel. Ik deed ontzettend goed mijn best. Maar we deden, wat je ziet is dus eigenlijk niet wat er gebeurt. Dus we letten op de verkeerde dingen. Ja, dat juist. Is één. Maar als je dan daarna bij Rick komt en Rick vraagt hoeveel mollen heb je gezien, dan trappen we eigenlijk in dezelfde val, omdat wij niet zien wie op dat moment de voorzetjes geeft. Nee, precies. Te geven. Dus je doet eigenlijk twee dingen waar het spel over gaat, maar waar je zo verschrikkelijk in intrapt. Ja. Dus dat vond ik eigenlijk de ultieme Wie is de Mol spel. Dan vraagt Misha, die vraagt, had jij liever in de gevangenis gezeten bij de opdracht Onvoorspelbaar? Dus waar Nicky en Tigo uiteindelijk kwamen te zitten, achteraf gezien? Achteraf gezien wel, natuurlijk. Ja. Ja. Ik ben klaar met theaters in Wie is de Mol, dus wat dat betreft. Dus dan had ik liever in de gevangenis gezeten. Ja. Ik had mijn handen stuk gezaagd als ik daar had gezeten. Ja, zeker. Nou hebben zij natuurlijk ook een heel klein beetje geluk gehad, omdat de ketting niet de allerlaatste gedeelte van de ketting, want ze hebben twee stukken hebben ze zelf echt doorgezaagd. En de derde die knapte ergens bij het hek in plaats van waar ze aan het zagen waren. Dus ze hebben een heel klein beetje geluk gehad, maar ze hebben alsnog flink wat elbow grease erin gegooid natuurlijk. Nou ja, ik besef me ook natuurlijk wel dat op het moment dat je daar zit, dat je minder informatie hebt over wat de rest doet. Ja, dat, ja. Wil de rest dan nog wel dat beetje delen. Maar weet je, dat is, in die fase van het spel moet je eigenlijk wel weten wie de mol is. En als dat niet, dan moet je gewoon naar huis, klaar. Ja. Kijk, het voordeel van dat ik op de plek zat waar ik zat, was natuurlijk wel het lekkerste dat we samen met Patrick weggingen. Dus ja, we gingen precies. Met z'n en dat is ook wel heel prettig, moet ik zeggen. Deze vraag die komt van Stan. Deze vraag, het antwoord op deze vraag, hing erom of ik dit jaar video's kon gaan maken zoals ik ze maak, of niet helemaal. Stan die vraagt, iedere kandidaat mag een contactpersoon hebben tijdens de opnames. Wie was die van jou dit seizoen? Ik heb er serieus aan gedacht om jou te bellen, om te vragen of jij mijn... want we hebben natuurlijk sowieso een band. Een molote band sowieso, ja. Een molote band en ik denk dat jij het heel goed zou zien. Ik heb het niet gedaan, want ik denk twee dingen. Omdat jij deze podcast moet maken, weet je wel. Dus, dat is lastig, al moet je... Ja, dat is zeker. Kan je niet praten, maar dan kun je dit ook natuurlijk niet doen. En ik praat eigenlijk dagelijks over Wie is de Mol met mijn vriendin. Dus met Emily, die heeft denk ik mijn verlenging in het programma wel gered, zal maar zeggen. Ja, precies. Ja, precies. Ik heb met haar gepraat over, s'avonds van, ik zit op die en die, wat zal ik doen, zal ik volop gaan? Waarop zij zei, nee, doe het niet, ga. Ja. Nee, dat is prima zo. Dus ik heb het denk ik een hele goede keuze gemaakt. Ja, zeker. Anders had ik dit jaar de video's ook niet kunnen maken zoals ik ze kon maken. Heb ik weer een rits aan vragen die allemaal ongeveer bij elkaar in de buurt komen. Dus ik plop alle vragen zo meteen op het scherm met alle namen. De vraag die constant terugkomt. Het zijn min of meer twee vragen. De eerste vraag is, ben jij echt zo onhandig, Ron? Of heb je dat voornamelijk gespeeld? En de tweede vraag die daar een beetje bij hoort is, waarom was jij altijd zo teleurgesteld, op beeld in ieder geval, als er geld verdiend werd of iets goed ging in de groep? Die twee vragen horen een beetje bij elkaar. Het antwoord is nee, ik ben niet onhandig. Ik heb wel Miluska als grootste voorbeeld als mol. Ja. Maar wat ik vooral gedaan heb, is ik heb
En dat heb bijvoorbeeld Patrick wel gedaan, en dat zie je ook wel heel erg bij Peggy, is dat je tegen jezelf soms kunt zeggen, ga nou niet vol het spel in, want dan zie je de rest niet. En ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk het spel niet te spelen, maar om te kijken wat de rest doet. Dat mensen mij in het begin helemaal niet in de groep verdachten, vond ik ook op zich helemaal niet erg. Want ik wil niet weten dat ze mij op zitten. Ik wil weten op wie ze wel zitten, weet je wel. Dus ik kon van heel veel mensen, ik zit een beetje op die. Dan nog moet je dat natuurlijk maar een beetje aannemen. Maar ik heb vooral gezeten kijken naar wat de rest doet. En de spelletjes, dat interesseerde me eigenlijk niet zo. Nee. In het begin zei ik al tegen jou dat ik doe zepsport, al heel lang zepsport. En dan coach ik 3 jongetjes. En op het moment dat we dan winnen, dan geef ik hun een beker. En dan juichen zij. En ik juich nooit, want het gaat om hun. Ja. Dus ik ben ook nog niet zo dat ik dacht van mezelf, ja, ik kan wel enorm gaan juichen. Maar wat voor zin heeft dat? Bijvoorbeeld met de eerste executie, hè, dat ik groen scherm krijg. Dan kan ik wel enorm gaan juichen. En dat in van binnen deed ik het ook wel. Ja. Maar het was door 1 iemand die een groen scherm zou moeten krijgen. En dus dan denk ik, ja, een beetje pas op de plaats. Want er moet er nog iemand uit. En dat vond ik sowieso vervelend. Het is niet mijn feest. Dat kan ik wel maken, maar het is het niet. En daarnaast, hetzelfde dat geldt ook voor bijvoorbeeld, ik schiet 2 keer mis. Nou, op een gegeven moment schiet Nicky, geloof ik, raak. En dan hebben we, of Jeroen, en dan hebben we de pop binnen. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, dat komt door hun, dat komt niet door mij. En dus automatisch ben ik dan niet dat ik aan het juichen ben. In het museum hetzelfde, we hadden 1 opdracht goed van de 2. Ja, ik ben dan niet gelijk de Polonaise dansen, want we moeten een opdracht. Dus dat is het een beetje, weet je wel, dat is een beetje een opstapeling. Maar ik was wel blij, daar gaat het niet om. Maar ja, het is van net wat ik bij Annemiek ook zei in de podcast, ik was het juichen een beetje vergeten. Ja, precies. Ja. En het is natuurlijk ook oprecht wel slim te noemen voor jezelf dan als kandidaat om absoluut inderdaad, als al die praatjes zijn en er wordt dingen verdiend en andere kandidaten gaan helemaal joelen en doen, wat ze eigenlijk altijd doen, is het eigenlijk heel erg slim om daar dat absoluut dus niet te doen, zodat je kunt kijken, wat doet de rest nou eigenlijk precies? Ja, wie is want dat wel zie je ook wel terug aan de beelden, dat je daar ook echt wel, je bent heel terughoudend, maar je ziet ook wel dat je aan het kijken bent. Ja. Ja, maar ja, ik snap ook wel dat mensen denken, ja, dat is verdacht, want die blijven te geld binnen. Maar weet je, alles is bij alles wat je fout doet, dat kan je dan wel zien als een molactie. Ja. Ik weet niet of je dat nog, ja, dat is je wel opgevallen, want ik zei op een gegeven moment volgens mij 15-03. Ja. Wat? Oh ja, 15-03. Oh ja, oh, dat werd een heel ding. Dat was een heel ding, maar wat was er nou aan de hand? We moesten, 15-05 was het, ja precies. 15-05. Ja, en wij moesten twee dingen doen. We moesten van 2 kandidaten die 2 cijfers hadden achter elkaar zetten. En ik dacht in eerste instantie, we moeten het oudste schilderij als eerste doen. En het minst oudste schilderij dan als tweede. Dus, maar ja, weet je krijgt in de groep ook altijd wel een beetje het gevoel van, ja, Ron, die lult nou wat. Ja, precies. En dat was heel vaak zo, wat ik prima vond hoor. Want ik had natuurlijk ook heel veel pech. Maar dat is die 15-05, waarom ik dat deed. Maar ik had ook veel pech met die sleuteltjes bijvoorbeeld. Het is mij niet gelukt om die sleuteltjes open te maken. Ik had toch mijn 2 goed en daarna heb ik echt alles geprobeerd. Ja. Oh mijn god, wat zal mensen me stom vinden. Maar aan de andere kant waren het ook heel veel die dachten, ja, zie je wel. Dat doet hij expres. Ja. Uiteindelijk komt het altijd wel een soort van in de sweet spot dat je er of wat aan hebt, omdat andere kandidaten jou gaan verdenken. En jij weet, ik ben de mol niet. Ja. Of mensen thuis gaan je verdenken, dat is voor een kandidaat ook altijd leuk om te zien en prima. En alle punten kwijt, alle punten kwijt. Heel wat punten. Zat je helemaal op mij? Nou, ik zat, als ik heel eerlijk ben, zat ik, voordat ik op jou zat, zat ik op Horus en op jou. Ja. En toen heb ik wel, want ik ben iemand, elk seizoen doe ik dat en dat zal ik altijd blijven doen. Ik gooi altijd al mijn punten, elke aflevering, op 1 iemand. Want ik vind, als je het doet, ja, go big or go home. Dus toen had ik een keuze te maken, of Ron of Horus. En toen dacht ik, ja, nee, dan toch maar Horus. Want die vind ik toch net iets verdachter. Ja, en dan kom je er, uiteindelijk achter dat het Jeroen Kijk in de vechten is. Ja. Alles is mogelijk, elk seizoen. Mirte Vogel die vraagt, welk seizoen vond je leuker om aan mee te doen? Nou,
Ik denk dat ze alle twee wel leuk waren, maar ja. Ja, ik heb 18 natuurlijk niet zoveel meegemaakt. En dat was ook een andere groep, een andere dimensie. Dit was echt een fantastische groep met allemaal geweldige mensen. En ik kende ze natuurlijk allemaal van Wie is de Mol, dus dat vond ik heel leuk. En nee, dit was fantastisch. Dit haalt het niet bij 2000. Nee. Ik bedoel, 2018 was grappig, maar dit was geweldig. Ja. Kijk, ik mag niet mopperen dat ik zat natuurlijk wel in de mooiste openingseizoen. Dat is absoluut waar. Alleen als kandidaat, je hebt letterlijk maar één iemand van de groep op dat moment gezien. Je had 8 presenteerde toen, hè? Was het laatste seizoen van 8, toch? Ja. Ja. Je had 8 eigenlijk nog niet eens gezien. Nee. En toen moest je er al uit. En toen ben je zelf nog naar Tbilisi. Zeg dat goed? Ja, Georgië. Ja. Ja. Voor de theateropdracht, nou, dan verwacht je eigenlijk, want het was nog nooit gebeurd dat er een kandidaat terug kon komen die niet teruggenomen werd door de kandidaat. Dat was nog nooit gebeurd. Nee. Dus het feit... ze zeggen wel eens, je weet altijd, herinner je altijd de eerste kandidaat die afvalt en de winnaar en de mol, weet je wel? Ja. Niet eens de winnaar, maar... Ja, het is, je gaat op een... ik heb wel eens gedacht, ik ben dankzij 2018, ben ik weer teruggekomen in 2020. Dus het heeft me wel iets absoluut gebracht. Wie is de Mol 2020? Hints, hoe was de reactie bij jouw familie toen je eruit ging? Wisten zij het al op voorhand of wist de rest van de familie buiten jouw contactpersoon om dan? Wisten die het eigenlijk nog niet? Nee, ik heb het heel vaak tegen mijn dochtertje gezegd, dat ik meedeed, maar die is 4, dus die weet het nog. Nee. Mijn zoon die is enorm fan van Wie is de Mol. En in 2018 hebben wij hem toen meegenomen naar Vondel CS. En toen zat hij ook met zo'n omzettertje van Wie is de Mol, van nou, dan ga ik beleven. En toen ging ik als eerste. Dat vond hij verschrikkelijk. Ik vond het ook heel erg voor hem, weet je wel. Dat ik wil heel wat, hij is een gigantisch fan. En je wil dat je zoon trots op je is. En mijn vader, Wie is de Mol. En dan ging ik als eerste uit. Nou, en ik wist, dat, en toen het deze keer veel beter ging, toen hebben we wel een beetje gepest. Ik zei, nou, dan gaan we wel, als je hier bent, de eerste excuus even filmen. Dat heb ik gedaan. Daar heeft hij heel veel reactie op gehad ook. Ja. En ze vinden natuurlijk heel erg dat ik eruit ben, maar ze weten ook wel, ik heb het beter gedaan dan de eerste keer. Dus, dat is zeker waar. Zeker waar. Ja. Dus alleen maar fijne en lieve reacties. Daar komt het in ieder geval op neer. Ja, precies. Maar het is wel, moet ik zeggen, ongelooflijk fijn dat je dat ik het met Emily, dat is mijn vriendin, het heel vaak over Wie ze mol kan hebben. En ja. Zij heeft er een hele goede kijk op en is heel slim in die dingen. En wij kijken met z'n tweeën ook altijd naar de Belgische Wie is de Mol. Die is fantastisch. Ja, is geweldig. En dat zeg ik altijd tegen mensen die dat niet kennen. Ga er echt naar kijken, want het is geweldig. En dus wij zijn gigantisch fans samen. En zij heeft ook hele goede theorieën van, nou, dan moeten we het zo en zo bekijken. En daar heeft ze soms heel erg gelijk in. Ja, alright. Kijk, zo iemand moet je gewoon hebben. Zo iemand moet je gewoon altijd hebben als je Wie is de Mol kijkt. Fantastisch. We zijn er bijna doorheen. Ik heb Miet Kool op Facebook. Die vroeg, de kijkers zien de opdrachten op tv natuurlijk anders dan jullie als kandidaten ze meemaken. Ze worden heel vaak, zegt zij, de echte molacties in eerdere afleveringen, voordat we weten wie het is, natuurlijk weggeknipt. Hoe snel zit je als kandidaat in een tunnelvisie, omdat je in principe meer ziet dan de kijkers thuis soms? Ik heb het meerdere kandidaten over gehad en iedereen zegt wel een beetje hetzelfde. Ja, je ziet natuurlijk meer en de kans is daardoor groot dat je dingen die dus anders doet, dat die verdachter zijn, weet je wel. Dat je denkt van, oké, die zegt dit, dat zit niet in de uitzending, maar je let op iemand en je ziet iemand 24 uur. Dus je kunt, je kunt makkelijker in een tunnel vallen, laat maar zeggen. Ja, precies. Ja. Dan vraagt Jim Satter, die ziet het, die pakt de vraag van net, zeg maar. Die pakt de vraag van net en die draait hem een heel klein beetje om. Die zegt, soms zie je als kandidaat daar ter plekke dingen niet die wij uiteindelijk in de uitzending wel zien. Zoals een zoals een Nicky en een Tigo in een helikopter. Dat hele stuk hebben jullie tot relatief laat niet meegekregen. Dus dat soort dingen... Het is maar net afhankelijk van in welk groepje
jij zit, met welke kandidaten jij bij welke opdracht zit. Ja, dat is ook zo. Toen de opdracht met de luiken, daar weet je natuurlijk ook niet zoveel van. Ik sta aan de overkant en ja, wat kan je verder doen? Dus je ziet niet zoveel. Je hoopt dan wel op het moment dat je, als je er terugrijdt met z'n allen, dat iedereen, ja, dan ga je elkaar wel ondervragen. Maar het is altijd, hoe gaat het dan? Wordt er dan de waarheid gesproken of gelogen, weet je wel? Ja. Nee, we weten natuurlijk ook niet, de biecht, die zien we natuurlijk op televisie ook. Ik weet geen idee hoe mensen... Voor de eerste, ja. Wat ze over je zeggen. Dus je ziet een hoop meer, maar je ziet ook een hoop niet. En, dus het is een beetje 50 wat dat betreft, ja. Ja, want het spel staat in principe bij jullie als kandidaten tijdens de opnameperiode, staat het spel nooit uit. Nooit echt uit. Nee, dat is het wel het lastige, want je krijgt natuurlijk 20 vragen over de mol en de vragen zijn echt uiteenlopend, zo van naast wie zit de mol tijdens de maaltijd, dronk je koffie of thee. Ik kan me ook een testvraag herinneren van de eerste keer, droeg de mol witte schoenen? En toen dacht ik, ja, god, volgens mij, ja, wel, ja, nee. Zo, weet je wel. Hoeveel mensen hadden witte schoenen? Ja. Precies. Ja. En nu heb ik de... Want ik dacht, ja, want ik heb witte schoenen en de anderen hebben ook witte schoenen. En toen zag ik in gisteren de foto terug van waar we stonden. En ik heb gewoon zwarte schoenen aan. Dan denk ik, oh mijn god, ja, Jezus. Je weet het toch soms ook allemaal niet meer. Weet je wel. Maar ja, dat staat het wel. Hè? Naast wie slaapt de mol? Welk nummer slaapt de mol? Als hoeveel ze ging de mol het busje in? In welk busje zit hij? Maar ik had me ook wel opgeleerd, bijvoorbeeld, van als er gevraagd wordt: waar woont de mol? Nou, de meeste mensen woonden in Amsterdam, weet je wel. Toen dacht ik van, oké, dan in ieder geval Amsterdam. En de ene woont daar. Dat had ik allemaal bedacht. Maar toen kwam de vraag, welke postcode heeft de mol? Ja. Dat wist ik dus niet. Dat is er zijn altijd vragen die je echt wel kunt gokken op de meerderheid, zeg maar. En er zijn inderdaad altijd vragen tussen die je denkt, ik ga maar wat aanklikken, want ja. Nog één vraag en dan zijn we er in principe doorheen. Ja. Die vraag die komt van Kreno, van Corné. Jij hebt nu 2 keer aan de mol mee kunnen doen. Welk ander tv-programma lijkt je tof om ooit nog een keer aan mee te doen? Zoals bijvoorbeeld, nou, dan noemt hij Temptation Island Vips. Lijkt me niet. Kroongetuigen, die lijkt me wel heel tof. Masked Singer, Big Escape, Perfecte Plaatje. Is er nog één zo'n programma waarvan je denkt, ja, dat zou ik ooit toch ook nog wel heel tof vinden? Ik ben wel eens gevraagd voor de Robinson-eiland, maar ik moet daar heel goed over nadenken of ik dat zou willen. Voorlopig even niet nu. Nee. Kijk, de Maassingers, als ze me vragen, zal ik het denk ik wel doen omdat Carlo daarin zit. Ja, precies. Maar wel dan zo dat hij het echt niet verwacht. En, nee. Ik ben laatst gevraagd om of ik mee wilde doen aan de gevaarlijkste wegen van de wereld. Oh ja, ja. En dat vond ik dan ook alweer, denk ik, van oh, dat zou ik wel heel leuk vinden. Een heel mooi programma is dat, ja. Ja. Maar waar zo'n competitie-element in zit, zoals de perfecte plaatje dat ik een prachtig programma vind. Ja, daar wil ik nu heel eventjes gewoon rustig. Even niet, nee. Ik ken dan als degene die... Ik heb 25 programma's gepresenteerd, maar als kalender. Programma's waar ik meedeed bij zijn afvalrace, dan lastig. Ja, dat is zeker waar. Heb ik nog één ding, maar dat moet ik heel even pakken. Dus ik ben binnen 10 seconden bij je terug. Ja, ik krijg van jou nog iets. Trouwens. Oh, je hoort me nu niet meer natuurlijk. Is het een... Zo, daar ben ik weer. Ik heb deze voor je. Ja, heel goed. En ik heb deze voor je. Ja, ik verwacht er niet anders dat ik ze... Je moet ze me opsturen. Precies. Ja. Heb je die in ieder geval altijd in de kast staan? Dat bedoel ik maar. Precies. Ja, precies. Voor over 20 jaar. En dan doe ik ook wel mee. En dan lopen we met een wandelstokje. Gaan we weer eens de mol spelen. Gezellig. Mag ik jou... Je wil me gaan bedanken, hè?
Ja, nou mag ik jullie ontzettend bedanken voor de leuke podcast die jullie hebben. Siem en Max en jij. En ongelooflijk bedankt voor Tunnelvisie op Spotify. Want ik luister echt heel, heel graag naar jullie. En ook namens jou in ieder geval dan aan alle podcastmensen en alle mensen die dachten dat ik de mol was. Mijn excuses. wel leuk dat jullie erin getuind zijn. En ga zo door. Want ik denk dat Wie is de Mol vooral zo'n groot succes is. Omdat jullie met z'n allen frame voor frame. Ja. En jullie hebben ons de frame-neukers genoemd. Zeker, zeker. Precies, het programma analyseren. En ik heb er ontzettend van genoten. Dank jullie wel. Ga zo door. Nou, heel erg bedankt. En van hetzelfde. Maar goed, dat weten we van elkaar. Hartstikke bedankt. Hoi, hoi, jongen. Hoi, hoi. Oh.